Lennart, waar ben je? Weet je, ik kom hier. Belgian Tube Days. Ik wist dat je hier zou zijn, maar je bent er niet. Ja, het e-sports team dat komt al aardig bij elkaar, zeg maar. Of wordt al aardig in elkaar gezet. We hebben al een naam, we hebben een logo. Jullie zijn nou bezig met de shirts. Tenminste, ik weet niet als de vlog uitkomt of jullie dan nog bezig zijn met de shirts. Maar jullie zijn in ieder geval met een hoop bezig. Wij ook, want in ieder geval deze hele hoek hier, dat is veranderd. Want dat wordt de e-sports hoek. En zoals jullie weten hebben we een aantal toffe sponsors. Dat zie je telkens bij het filmpje voorbij komen bij de Rotor eSports. We hebben MSI, we hebben computerbestel.nl en Samsung. En daar hebben we dus een fucking vet scherm van binnen gekregen. Een advanced, geen voor beginners, maar echt een advanced curved monitor. Dus wat je ermee kan. Je kan echt super in een hoek kijken of curved. Ik snap het nut er nooit van, maar het is wel flex en hip en modern. Maar wat we dus ook gaan doen is unboxen. Daarom had ik die schaar niet, omdat ik aan automutilatie deed. Het is altijd super kut om dingen te unboxen met één hand. Zeemoedig is het ook. Maar dan gaan we het toch maar even proberen. En ik hoop niet dat ik vol in je monitor snij. Want in dat geval, lieve Samsung, stuur er vast nog één. Oh, volgens mij leeft hij nog. Super hippe monitor. Ja, je kan ook gewoon vragen, dan kan je even helpen. Maar dat maakt niet uit. Wow, oké. Wat was dit? Wat gebeurde er nu? Dat is gewoon een papiertje. Je hebt het hele scherm te krijgen. Ja, dat is dus dit is hem. De curved monitor. Als je wilt laat hem ook even van de zijkant zien, dan zie je dat hij echt super curved is. Hij is super curved. Hij is echt heel curved. Super curved. Super curved. Bijna Kirby. Ik wil dood. Maar er zit dus ook nog een voet bij daaronder. En dus we hebben een nieuw beeldscherm. Waar komt die? Bij mij thuis. Echt? Ja, natuurlijk. Maar dat is niet nieuw, hoor. Oh, is het voor Gear? Het is voor Gear. Oh, ik dacht oh, dat het voor iets. Check even. Wat? Oh, ik moet even checken. Als je nu @gamers@rebels volgt op Twitter, dan staat even die wallpaper gewoon even in de timeline. Ja. Hè? En ook Facebook, pagina, groep. Hoe vet is dat? Fucking vet. Of jullie allemaal de moeder. Goedemorgen, het is echt hondsvroeg, ongerisselijk vroeg. We zitten namelijk in de auto naar België, Antwerpen. Yo! Zo lief. Maak die balkjes voor je ogen, ik heb gewoon een balkje voor mijn mond. Ja, dan zie je ook niet wat je doet. Nee, we zijn onderweg naar Antwerpen voor de Belgian Tube Days. En het is donderdag. We gaan lekker met Nintendo op pad. In ieder geval de tuk-tuk natuurlijk, maar met Nintendo games. En dan kunnen we de tuk-tuk zien. Jazeker. Oh, wat mooi. Vet, hè? Oh, wel vet beeld zo. Wow, hij zit echt fucking dicht achter ons. Ja. En Tom zit erin. Wow. Maar die kleeft een beetje. Ja. Dat is heel mooi. Dus we gaan een leuk dagje van maken, denk ik. Vast dan toch. Voor de eerste keer België, jongens. De tuk-tuk goes international, baby. Vet, super vet. Nice. Ja, jongens, we zijn in Antwerpen. Kijk hoe mooi. Aan het water. Voor de Belgian Tube Days. Het begint over een half uurtje. Ja. We gaan zo meteen de binnenkant laten zien van de loods waar we in zitten. De silo. Best wel sfeervol, hè? Ik heb nog nooit zo heet gehad, Daan. Nee. Nou ja. Ja. Ja, toen. Maar. Marcel maar is er ook, mee. Ja, Marcel. Ik ga hem er nu ook in trappen. Flikker op, jongen. Bam! Hoi, Marcel. Hallo. Duizend likes is erin gooien. Ja, duizend likes is erin gooien. Maar het gaat zo beginnen. Wat verwacht je ervan? Het is heel sfeervol en gemoedelijk. Kijk, in België bestaan YouTube-events nog niet echt. Heel kleinschalig. Ja. Dus het is nog heel erg kleinschalig. Dus gemoedelijk en heel gezellig. Ze hebben het goed aangekleed. Ze is aan het water. Dus ze hebben ook allemaal strandballen en shit. Hebben ze heel leuk gedaan. Ik vond leuke muziek op de achtergrond. Ja, maar bij zo'n YouTube-gallery is gewoon in de jaarbeurs, weet je wel. Dat is echt gewoon alleen maar hacken om rijen te vormen. En hier is het gewoon super chill en gemoedelijk. Tof. Ja. Jongens, de vorige keer hebben jullie ons gezien, het was een fucking kekke Nintendo Gamersnet hoodies, maar het is 400 miljoen graden nu, dus check, we hebben gewoon t-shirts. Nice, het is luchtdoorlatend ook. Ja,
voel het gelijk maar niet eens. Heerlijk. Ik denk dat het maar 35 graden is nodig. Echt hè? Valt nu nog wel mee inderdaad. Nou Marcel, het is eigenlijk best wel gezellig. Druk met een tuk-tuk. Hier is het goed te doen, ja. Hier is het goed te doen. Hoofdpodium helemaal leeg. Nou ja, het is de eerste keer, hè, dus ja. Give them a chance. Het is niet zo druk als bijvoorbeeld YouTube Gathering. Nou, het is niet anders. Ja. Maar bij de tuk-tuk is het super gezellig. Hier wordt fanatiek Mario Kart gespeeld. Zie je? Nee. Achter hebben we Yo-Kai Watch. Ook vet. Yay. En hier hebben we een Pocket Tournament. Het staat continu wel vol, het is wel gezellig, ik weet niet, gemoedelijk, gemoedelijk Vlaamse sfeer. En ik hou persoonlijk bijzonder veel van de Vlamingen. Daar heb ik nooit een geheim over gemaakt. Zo? Ja. En oh, mooi die lampen. Vrouwen die Vlaams praten zijn ook echt... Oh. Wat wil je zeggen? Het is leuk. Leuk. Leuk accent. Is ook zo. Ja, is ook zo. Jongens, wat krijg je als Daniel te dicht bij de tuk-tuk in de buurt zet? Dit. Ja, de Wii U is gewoon overdreven. Hij is gewoon overdreven. Ja. Hij is te warm. Dus wel kijk, want het is pas 45 graden hier of zo. Dus ja. Ik snap niet hoe het kan. Ik denk dat door die Firepoke. Cherryzaag. Nee, maar echt, we hebben de Wii U nu wat ruimte gegeven. Want ja, hij viel gewoon uit, hoor. Volgens mij lag ook een slaapzak op. Dat kan ik misschien gedaan hebben. Maar ook iemand anders. Ik weet niet. Laten we hem even afkoelen. Hij moet ook afkoelen, man. Ja, ik zweet niet zo heel erg. Het is wel smerig warm. We hebben een kleine videoboodschap voor Lennart van Jeukvogel. Hallo en welkom op mijn kanaal Jeukvogel. Leuk dat je kijkt. Lennart, waar ben je? Weet je, ik kom hier. Belgian Tube Days. Ik wist dat je hier zou zijn, maar je bent er niet. Dus jammer. Verdriet, pijn, gekwetst. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik een beetje voel nu, maar... YouTube is liefde. Goedemorgen jongens, het is de dag van de Amsterdam Comic Con. Yes. En Marcel Salim zijn er. What up? Het is 9 uur, we zijn misschien een beetje laat, maar kijk die rij. Het loopt gewoon helemaal door tot daar. En we gaan snel naar binnen om tuk te kopen en je kan bij ons gamen. Nintendo shit. What up? Ja jongens, de Amsterdam Comic Con is van start. Yes, en tot een Nintendo shirts staan we hier lekker bij de tuk-tuk. Zijn er lekker gewoon mensen aan het gamen. Het is echt wel druk met die early tickets, hè? Heb je de rij gezien toch? Ja, die heb ik gezien trouwens. Dit is gefilmd. Ja. Het was ontzettend druk. Dus hier valt het op zich nog wel mee hier binnen bij de tuk-tuk. Iedereen wil natuurlijk met de handtekening, met de Daar staan echt al veel rijen. Nu al. Dus straks gaat om 11 uur gaan echt de deuren pas open voor iedereen. En ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan doen met alle rijen van handtekeningen. Dit is daar staan de artiesten toch? Daar achter. Er komen nog meer mensen. Absoluut. Dus het wordt druk. Feestje. Genieten. En gamers. Yeah. Pikachu. Oh. Jammer dat Peter hier niet is. Kijk dit. Gewoon een zelfontworpen BB-8. Okay. Hoe lang heb je erover gedaan? Een maand ongeveer. Een maand? Ja. Zo innovatief in het werk. Thanks. Super vet. Dankjewel. Ik weet niet of mensen dit nog herinneren, maar 2 jaar geleden heb ik haar, Stephanie Leonidas. Yeah, very good. Geïnterviewd voor Defiance. Well, hi Stephanie, welcome to Amsterdam. Hey, thank you. It's really nice to be here. Is it your first time here? It's not, no, I've been here a couple of times, but not in a long time. Op de channel Sci-Fi en she's here, she's back, I'm 2 years here. Later for American Gothic, yes. Your latest series. Yeah. How did you do? What do you mean? Was it fun to do? Yeah, brilliant, yeah. It was I've had something a great else than Defiance. Yeah, it was nice not to wear a prosthetic, although I was covered in tattoos. So, yeah, I think I've always enjoyed transforming into a completely different character, which has been nice. I noticed. I seem to fall into that quite a lot, so... Yeah. Thank you. Nice to meet you here. Nice to see you again. Yeah, yeah, it's been a little while. It's good to be back. I love Amsterdam. Yeah, me too. It's awesome. That's a good note to end that on. Yeah. Thank you. Is het leven van een tuk-tuk eigenaar eigenlijk best wel zwaar hier op de tweede dag van de Amsterdam Comic Con. Wat doe je als je moe bent? Iedereen die weet, als je hard werkt, moet je ook goed eten. Ze hebben gewoon spare ribs. Van Netflix. Ze hebben hier een truck staan en je kan er het eten van House of Cards van de serie kun je er halen. Was there something different about these ribs this morning?
better or worse? Ze hebben gewoon spareps. Maar ik snap nog steeds niet waarom Netflix een car heeft in het eten. Wat is het eten van de serie House of Cards? Eten ze daar spareps? Blijkbaar. En brownies en andere dingetjes. Maar maakt niet uit, we hebben spareps. Kun je zo van genieten? Ze ruiken ook zo lekker. Heerlijk. Cheers. Eet smakelijk. Nou, ze staan vast op de A20 gisteravond gezongen en ik moet nou de jongens ophalen bij Amsterdam Comic Con. Maar die gaat toch nog even moeten wachten, want mijn auto is kapot, dus ik kom naar een sleepwagen van de AWB. Man. Nou jongens, daar staat hij dan. Check dit. Oh, chaos. Maar goed. Daar staat hij gewoon. Hij is ook wel oud, hè. Ik kom binnenkort een nieuwe auto en het is nu echt nodig. Dat merk je wel. Maar hij is al besteld, de nieuwe wagen. Ken je Anja nog? Nee, want die zat vorige keer helemaal niet in de vlog. Maar toen waren we op Elvia. Toen heb ik zo'n schild gekocht van The Legend of Zelda. Maar dat zwaard was uitverkocht, de Master Sword. Dus, maar nu hier staat ze, is Anja. Dus Anja ter voet uit. Ja, meer wordt het niet. Dat is Anja. En, dit is hem, kijk dan. Hoe ver is dat? Kijk op de Triforce ook. Dus Fabion, als je zelf ook zwaard wil. Ik heb reclame gemaakt gelijk. Hij is vet hoor, dus dat ga ik nu kopen. Dan hebben ze allebei. Hoe ver is dat? Beter koopt natuurlijk Master Sword. Wie ben ik dan om niks te kopen? Er moet iets gekocht worden natuurlijk. Ja, wat koop je dan? Gold Hammer. Hij is niet zo heel zwaar. Nou ja, ik ben gewoon heel sterk. Nee, jij bent de enige die hem op kan tillen. Dat is je trucje. Ja. Ik probeer mensen erin te luizen. Oh. Deze koop ik dus. Jongens, het was een week Gamescom. Het was daarna een week heel veel tuk-tuk-trips. We hebben het super druk gehad, maar eigenlijk het gameseizoen gaat nu langzamerhand weer beginnen. September is misschien nog iets wat rustig, maar we gaan weer opbouwen. Britten nieuws, stagiair, kortom. We gaan verder met de Gamers at Rebels. Heel veel content, dus bedankt voor het kijken. En we hopen dat je ons volgt op gamers.nl. En als je op YouTube, Twitter, Instagram of Facebook volgt, geef ons daar ook even een likeje. En check ook even wat van onze andere video's. We doen superveel gear, previews, reviews, superveel vlogs, leuke video's tussendoor, tuk-tuk tours, kortom. We maken genoeg mee en we hopen dat jullie dat ook willen zien. Thanks.